Hallo, ik ben Michael van zwembad.eu. Vandaag geef ik je een woordje uitleg over vervanglamellen van een rolluik. U kan een setje bestellen op onze webshop, zodat u een keuze kan maken welke lamellen u juist wenst of langskomen in een van onze winkels. Wij zullen u daarbij adviseren welke lamellen het meest geschikt zijn voor uw zwembad. Ik zal even een klein woordje uitleg geven over welk type lamellen er allemaal zijn. Zoals u kan zien zijn er hier polycarbonaat lamellen en zijn er hier PVC lamellen. PVC lamellen gaan iets minder lang mee als polycarbonaat lamellen. De polycarbonaat lamellen zijn meestal ook solar lamellen. Dus dat wil zeggen dat het de warmte gaat opnemen en ook doorlaten in uw zwembad. Zoals u kan zien hebben we hier een polycarbonaat solar lamel. Dat is eigenlijk een simpele lamel die de zonlicht gaat absorberen. En aan de achterkant is die dan zwart, waardoor dat het algevorming gaat tegengaan. Hier heb je een polycarbonaat alu-look. Dat is eigenlijk dezelfde lamel als hierboven, maar met een aluminium look afwerking. En dan hebt u de polycarbonaat transparant, die eigenlijk ideaal is voor de opwarming, maar niet zo ideaal is tegen algevorming. Een polycarbonaat titan lamel, die eigenlijk een beetje de alu look is, maar iets heviger aluminium kleur. U hebt ook een nieuwe black versie, dus dat is een volledig zwarte lamel. En dan heb je nog twee polycarbonaat anti-alg lamellen. Wat is dat juist, een anti-alg lamel? Dat is een lamel waar dat de bovenste kamer van de lamel afgesloten is van de onderkamer, waardoor dat u minder snel algevorming in uw lamellen gaat zien. Dan hebt u ook nog PVC solar lamellen en transparante lamellen in PVC of gewoon de gekleurde PVC lamellen zoals u hier kan zien. Als u een keuze wilt maken, kom zeker eens langs in onze winkel of bestel een setje op onze webshop. Tot ziens!